rechterkant bestaat tegenwoordig door meneer Haringhuizen. En voor de rest is er meneer Brouwer, die namens Podcast, als ik het goed zeg, opnames maakt. Nadrukkelijk is afgesproken, zoals door u is verzocht, om meneer Haringhuizen en mevrouw Rondop tafel niet op te nemen. Dat is zo goed gezegd, er zal geen uitzending of vastlegging zijn van enige uitspraken of beelden van u. Meneer Brouwer heeft net uitgelegd dat dat wel wordt opgenomen, maar dat dat op hem de verplichting dus dat deel niet uit te zenden, omdat hij dat niet mogelijk kan onderbreken. Zo heb ik het begrepen. Dat er dus een garantie is gegeven door meneer Brouwer dat wat er door u wordt gezegd niet zal worden uitgezonden en ook niet beelden van u zullen worden uitgezonden. Zo heb ik het met elkaar afgesproken. Meneer Brouwer is dat nogmaals. Ja, zou je dat in het pv kunnen zetten? Of ergens? Dit kan toch niet waar zijn? Nee. Dat kan niet. Meneer Engel heeft een vraag. Ja, daar maken wij bezwaar tegen. Wij zijn hier namelijk ook bewijs aan het verzamelen voor de volgende rechtszaken. En dat zullen ook persoonlijke rechtszaken zijn, waarschijnlijk strafzaken. Dus wij willen wel dit allemaal opnemen. U hoort mijn beslissing en u kunt schriftelijk vastleggen wat u wilt. En als u vragen heeft over wat zich in de zitting heeft afgesteld. Een concrete vraag over iets wat er gezegd of gedaan is, kan na afloop van de zitting. Dat is natuurlijk raar, maar dat is openbaar. Het is avonds leeg. Normaal hadden we hier 100 man. Althans de aanzetting van de mondelijke behandeling, u daar zo nodig op een schriftelijke bevestiging van geven. Als ik nog één vraag mag stellen. Er is geen streaming geregeld. Ik heb het gevoel dat we het station van openbare rechtspraak inmiddels gepasseerd zijn. Dit baart ons grote zorgen. Nou, meneer Engel, ik kan u heel erg goed uitleggen hoe dat is gegaan. Gistermiddag om 3 uur, toen ik thuis aan deze zaak te voorbereiden was, bereikte mij een bericht dat er verzoek was gedaan om een livestream. Toen heb ik ogenblikkelijk gebeld met de voorlichting of dat nog te realiseren was. En mij is dat gaan via een externe partij, dat is niet recht van zelf, die livestreams. En mij is verzekerd dat dat op die korte termijn niet meer mogelijk was. Dus dat heeft niks te maken met een gebrek aan openbaarheid, maar alles met de praktische omstandigheden waardoor de rechtbank beperkt is in zijn mogelijkheden. En ja, als u... Maar van waar dan de beperking die nu aan Podcast wordt opgelegd? Dat anders zou, als het wel mogelijk was geweest, zou het toch ook zijn minimaal audio zijn opgenomen? Omdat de afspraak binnen deze rechtbank is dat livestreams worden geregeld door een partij die op een enkele manier betrokken is bij de kwestie. En die dus als onafhankelijk, hetzij de rechtbank zelf, hetzij een partij die door de rechtbank is ingeschakeld op livestreams regelt. En dat zijn beslissingen die zijn genomen. U heeft heel laat om een livestream gevraagd. En ik ga die discussie met u hier eindigen. Nou, volgens mij. Dit is de situatie. Hè? Ja. Dus ik wil graag beginnen met de behandeling van de zaak. En dan kijk ik eerst even de stukken die ik heb gekregen. Ik heb een dossier met in totaal inmiddels 17 producties. Meneer Van der Korpen, klopt dat? 17 producties, niks in de pijplijn blijven zitten. Nee, dat was toe, zonder zijn 7 gedaan. En van conclusie van Antwerp van de Spaat heeft u die ook ontvangen. Met 4 producties. En dat is wat ik heb gekregen. Ja, dat is juist. Nou, dan hebben we allemaal hetzelfde dossier, dat praat in ieder geval makkelijk. En het gaat natuurlijk vandaag om de avondklok en de vraag of dat juridisch en feitelijk aanvaardbaar is dat iets ingesteld. Daar verschilt u fundamenteel over van mening. En vaststaat dat er een bijzondere wetsbepaling uit de kast is gehaald, laat ik het maar even zo zeggen. Zich echt een zeer uitzonderlijke geval wordt gebruikt. Dan heeft de staat ook erkend dat dat zeer uitzonderlijk is. En de vraag is, kan dat, mag dat en moet dat voortgaan? En daar gaan we vandaag over praten. En ik neem aan, meneer Van der Korpen, dat u daar een pleitnota over heeft. Meneer, onzet daar iets van een papier. Geen pleitnota.
Dan noem ik het blijf mogen, maar je mag toch steeds. Heeft ze genoeg in ieder geval op om aan het gevier te geven dat ze. Nee, ik geef me zo meteen de aanleg of zo. Nee, ik wil mee, dus ik kan zeggen. Als je moet geven, geef je ook aan de gevier. Ja, ik heb nog een beetje gedaan. Nee, zal ik jou even geven? Ja. Ja, mevrouw de voorzieningen. ik heb een gesprekstuk gemaakt. Zoals je ziet, het is geen. Ik heb even wat, nog wat citaten heb ik erin gekopieerd. Om een beetje een goed overzicht te krijgen. Kijk, het probleem is. Toen ik de conclusie van antwoord las, moet ik eerlijk zeggen, zakte me de moed in de schoenen met het idee: waar moet je hier beginnen? Dus ik denk dat het daarom denk ik dat het belangrijk is dat we eerst nog even een aantal feiten weer op een rijtje gaan zetten, want daar schijnt nogal een meningsverschil over te bestaan. Terwijl je zou denken, feiten kan je vaststellen. Hè, dat feiten, als we even uitgaan van gegevens van het RIVM en van andere officiële sites, dat we daar in ieder geval moeten beginnen met daar overeenstemming te bereiken, dat we het over eens zijn dat dat de feiten zijn. Dus ik begin eigenlijk met de conclusie van de conclusie van antwoord, het laatste stukje. Hè. Daar staat in, eisers hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd dat, kort gezegd, de ernst van de corona-epidemie wordt overtrokken. Er is volgens eisers weinig bijzonders aan de hand en daarom zijn in de visie van eisers alle maatregelen die in het kader van de corona-epidemie worden genomen niet nodig, niet gerechtvaardigd en ook niet proportioneel. Ten aanzien van de maatregelen van de avondklok nemen zij dat standpunt opnieuw in. En dan komt het, de staat stelt vast dat eisers een andere werkelijkheid zien dan de staat. Naar de mening van de staat kan er geen twijfel bestaan dat wij te maken hebben met een ernstige wereldwijde pandemie die ook voor ons land ingrijpende gevolgen heeft. De visie van de staat is gebaseerd op analyses, inschattingen van bij uitstek verenigd in het OMT en overigens vele andere die de uiterste ernst van de coronapandemie-epidemie onderschrijven. De staat mag zich daar redelijkerwijs op baseren. Goed, dat is eigenlijk het uitgangspunt waar we mee beginnen. En dan komt er een lijst met uitspraken waarnaar gewezen wordt. Het zijn allemaal uitspraken die zowel door u als uw collega Vetter, meester Vetter, zijn gewezen. Dus het is een beetje een gesloten systeem krijgen we hier. Daar beginnen we even om met de feiten. En dat is, ik heb hier een aantal, dat is van afgelopen week, top 10-2, aantal positief getesten. Iedereen kan zien, het is een steile lijn naar beneden. Geen steile lijn naar boven, geen recht, nee, naar beneden. Dan zien we op de volgende bladzijde, heb ik even een grafiekje ingekopieerd. Dat laat zien waar de maatregelen begonnen zijn. De eerste maatregel was testen, verplicht testen van het buitenland. De lockdown. De eerste is de lockdown, ja, de 13-12-2020. Maar op pagina 3 denk je, ja, precies. En dan is daar het verplicht testen voor reizigers.
En dan de laatste is de avondklok. Zoals u ziet, geen enkele invloed op die lijnen, want anders kan je dat normaal zien. Dan heb ik nog een paar, ook omdat daar ook steeds oneenigheid over bestaat, van dat is namelijk de correlatie en causaliteit worden elkaar gehaald. Want er wordt gezegd, het valt allemaal hier nog mee, omdat wij die maatregelen hebben genomen. Wat heb ik gedaan? Ik heb even een paar landen. Ik heb eerst de eerste plaatje wat u daaronder ziet. Ik ben nu op pagina 4. Dat is dezelfde pagina. Daar ziet u een, dat is deze. Ja? Ja, daar ziet u dat aantal sterfgevallen stijgt vanaf 2009. En daar kunt u ook, dat zijn gewoon officiële getallen. En dan kunt u ook zien dat de stijging van 2020 en 2019, dat past precies in de lijn van de stijging die al jaren gaande is. En dat is natuurlijk veroorzaakt door de demografische ontwikkeling. En wij grijzen nou eenmaal en de komende jaren zullen we een hele hoop meer sterfgevallen krijgen. Dus vandaar, het past er precies in. Er is niets afwijkends te zien. Daar heb ik ook even Tanzania genomen, omdat Tanzania een van de weinige landen in de wereld is die gewoon gezegd heeft. Ja, dat is ook van zo'n grafiekje. Dan ziet u dat daar al vanaf 2000 het aantal sterfgevallen daalt. Dat is natuurlijk een heel ander land, heel ander ontwikkeld. Maar dan ziet u ook in 2020 zet die daling zich gewoon door. Tanzania is een van de weinige landen ter wereld, heeft geen enkele maatregel genomen, heeft nog nooit getest. We hebben gewoon gezegd, wij doen niet mee met die onzin. De president heeft een geit getest en een mango getest. En het waren allemaal positief. En hij zegt, ik doe niet mee aan deze oplichting. En we zien, er is geen verschil in sterfte. En het zijn gewoon officiële sterfcijfers, dus daar valt niet omheen te komen. Daar heb ik gezien dat ik per ongeluk Tanzania nog een keer gedaan heb. Costa Rica heb ik er ook even bij gedaan, want dat is ook een uitzondering. Ja. Daar ziet u dat een stijgende lijn, maar dat is dezelfde stijgende lijn als daarvoor, die ook al jaren gaande is. Niks bijzonders. Ik had eigenlijk ook Zweden ertussen, dus ik heb kennelijk twee keer Tanzania. Dat spijt mij, maar iedereen kan dat terugvinden. Zweden heeft heel weinig maatregelen gehad. Niets anders te zien. Geen enkele opvallendheid. En dat in een zeer, zeer ernstige pandemie volgens de staat. Dan nog even over die oversterfte. Daar stond in, we hebben 15.000 oversterfte afgelopen jaar. Klopt niet wat in het antwoord staat. Hier staat wat er op de website te vinden is van het RIVM. Frequent Asked Questions. Daar staat dat 13.600. Dat is in 2018 of 2017, 2018 hadden we 9.500 oversterfte. Dan heb ik de volgende bladzijde, incidentie van griepachtige klachten. Nou, corona zijn griepachtige klachten. Dan ziet u dat het in een all-time low is, als u dat vergelijkt met eerder. Er is niets aan de hand. Dan heb ik hier ook nog even bron van het CBS. Gemiddelde verzuim in de eerste drie kwartalen van 2020. Probeer even met mee te kijken. Ja. Gemiddelde verzuim, dat zit ook in dezelfde. Dat zit daarboven, daar staat bron CBS boven, dat is die bladzijde. Nee, precies, maar in dezelfde bladzijde is identiek. Ja, en daar staat dus dat er was 0,4 procentpunt meer verzuim dan een jaar eerder in de eerste drie kwartalen. Dat is die enorme pandemie waar we nu in zitten. En dit getal, dat staat er ook onder, dat stijgt al 5 jaar op rij. Dus dat het een stijging is, is niet bijzonders. Ik wil even laten zien, dat stond ook al in de dagvaarding, er is eenvoudigweg niets aan de hand. Dan heb ik de volgende bladzijde, als je die omslaat, heb ik ook nog een interessante. Dat is namelijk het aantal ambulancesbewegingen in Engeland. En dan ziet u, want we zijn allemaal namelijk heel erg bang gemaakt door meneer Van Dissel en zijn collega's. Want we hebben allemaal plaatjes gezien op de NOS van al die zieke auto's. Echt verschrikkelijk, want we moeten niet hebben wat er in Londen gebeurde. Nou, wat blijkt nou? Er zijn dit jaar minder ambulancebewegingen geweest als vorig jaar. Niets aan de hand.
Dan heb ik nog even een van afgelopen week van het RIVM, de epidemiologische situatie, tot 9 februari. Dat is de allerlaatste. Dat heb ik ook nog even allemaal ingekopieerd. En daar kunt u zien, aantal gemelde personen met positieve uitslag gaat allemaal, ja, dit is, u ziet het, dit was omhoog en nu is het allemaal, gaat nog steeds naar beneden. Aan de volgende bladzijde, ziekenhuisopnames, intensive care, gaat al wekenlang naar beneden. We hadden zelfs op 7-2 van die week waren er nog 172, waar die week daarvoor nog 257 waren. En op het hoogtepunt, dat was eind december, 339. Allemaal naar beneden. Dan het aantal, de bladzijde daarna, aantal ziekenhuisopnames en aantal IC-opnames. Daar zien we hetzelfde gebeuren. Het gaat allemaal naar beneden. Ook al voor de avondklok. Voordat we daar. Dan hebben we de bladzijde daarna. Dat is het R-getal. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Omdat het R-getal is eigenlijk een hele fictieve exercitie. Het is gebaseerd op aannames. Daar laat men dan allemaal berekeningen oplossen. En dan modelleert men daarmee. Maar interessant is dat wij zitten al een hele tijd onder 1. En vorig jaar hebben we het hele land dichtgegooid, want het moest onder 1. Nou, we zitten al lang onder 1 en dat is ook weer niet voldoende, want als het onder 1 is, dan moet het nog dieper onder 1. En dat is natuurlijk een beetje een trend wat we zien. Als de cijfers omhoog gaan, dan moeten er meer maatregelen. Blijven ze gelijk, moeten er meer maatregelen. Maar als de cijfers naar beneden gaan, moeten er ook meer maatregelen. Dus dat is zeg maar de silver bullet voor alle situaties. Die bladzijde daarna, dat gaat over de betrouwbaarheid. Hieruit blijkt dat het R-getal, dat is de situatie van 14 dagen daarvoor. En het laat ook even zien wat voor een vaag criterium dat is. Het is een criterium, het heeft geen weerspiegeling in de werkelijkheid. Het is allemaal theoretische rekenexercities. Daaronder heb ik er nog eentje over genomen. En dat laat zien de percentage dat positief test. Nou, dat daalt sinds 8 november. 1 november zelfs. 1 november was het hoogtepunt. Sindsdien is er alleen maar een daling. Geen catastrofe, geen rampen. Het daalt voor wat het waard is van die testen. We zitten natuurlijk iedereen te testen in heel Nederland en het liefst 3 keer in de week. We hebben net onze minister-president horen vertellen dat het onzin is om mensen zonder symptomen te testen. Hij was nog nooit getest, heeft ook nooit symptomen gehad en ziet daar ook de zin niet van in. Het zijn wel de mensen die ons verplichten om en ons hele leven bij lam leggen met testen. Nogmaals, dus dit is gebaseerd op allemaal mensen die niet symptomatisch zijn. En dat levert desondanks een dalende trend op. Dan nog de infectieradar heb ik er nog even bij gedaan. Daar ook alleen maar dalende getallen. Daarna komt de onderliggende aandoeningen. Die had ik ook al in de dagvaarding ingekopieerd. Het is een beetje slecht leesbaar. Maar wat mij om gaat is, in de conclusie van antwoord stond, kijk, dit laat zien hoe belangrijk het is dat we deze zwakke groepen beschermen. Want 90% van de mensen heeft namelijk een andere aandoening waar ze overlijden. En die overlijden met corona. Dus zegt de staat, kijk, zo belangrijk is het dat we deze groep beschermen. Maar hoe bescherm je die mensen nou beter dan gewoon te zorgen dat zij in het ziekenhuis hun behandeling kunnen krijgen. Dat er kankeronderzoeken gewoon gedaan worden. Dat mensen met een hartproblemen geholpen worden. Nee, dat is allemaal opgeschort in verband met corona. Want wij moeten bedden vrijhouden voor corona. Het is een wereld op zijn kop. Zover de feiten. Dus ik hoop, ik hoor zo van de staat met welke feiten men het niet eens is, dat we in ieder geval de basis hebben, want u moet straks een besluit gaan nemen. En dat moet natuurlijk wel enige weerslag hebben in de realiteit en niet in een of andere fictief fantasieverhaal. In de conclusie van antwoord wordt gezegd, ja, we hebben geen beperkte noodtoestand uitgeroepen. Artikel 15 EVRM is niet van toepassing, artikel 4 BUPO is niet van toepassing, want er is helemaal geen noodtoestand. En nog meer, wij beperken ook geen grondrechten en we beperken geen mensenrechten. Kijk, bij dat soort uitspraken, dan moet ik even naar lucht happen.
Want iedereen kan zien dat we inmiddels in Nederland in een half open penitentiaire inrichting zitten. Waar je 's nachts thuis moet zitten. Als je buiten bent, krijg je een boete. Waar het hele land loopt met mondkapjes, waar scholen gesloten zijn, waar bedrijven gesloten zijn. Waar als je met drie mensen op straat loopt, een boete krijgt. Waar iedereen anderhalve meter afstand moet houden, anders krijg je een boete. Waar de hele samenleving op zijn kop gezet is. En de staat zegt doodleuk, wij perken geen recht, grondrechten en ook geen mensenrechten in. Ik ga u even onderbreken, want ik heb dat ook iets anders begrepen. Ik heb zelfs letterlijk in het antwoord van de staat gelezen, voor zover mij bijstaat, dat ze erkennen dat bepaalde rechten worden beperkt. Dat zegt men later, dat is subsidiair, zeg maar. De eerste standpunt is, nee hoor, er is helemaal niks aan de hand, geen noodtoestand en geen inperking. Ja. Het is het subsidiaire standpunt dat we zeggen, nou, als u dan vindt dat de rechten ingeperkt worden, nou dan dit en dit. Dus, maar het, überhaupt dat je zoiets durft te schrijven, ik weet dan niet goed waar we mee moeten beginnen eigenlijk. Hè. Dat maakt ook mijn wanhoop duidelijk, als dat zelfs al ontkend wordt. Terwijl, ja, ik ben hier net bijna de rechtbank uitgegooid, omdat ondanks een medisch attest ik niet binnen mocht komen. Want iedereen moet aan de regels houden. Het laat zien waar we beland zijn in het land. Maar waar ik het dus over ga hebben nu, is die beperkte noodtoestand. Kijk, de staat zegt eigenlijk, als wij geen noodtoestand uitroepen, is er geen sprake van een noodtoestand. Dat zit iets ingewikkelder. Ten eerste is natuurlijk het geval, de staat heeft formeel gezien gelijk. Ze hebben gezegd, de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Ja, dat is even nadenken. Daarin is ook de mogelijkheid gegeven om losse maatregelen te treffen. Dat klopt, maar je kan natuurlijk alleen maar beroep doen op die maatregelen als je, als je zit in een buitengewone situatie. Zeg maar een acute calamiteit waar je een oplossing voor nodig hebt. Maar dat kan je niet loszien, want wij hebben sinds maart eigenlijk een noodtoestand. Ik heb dat in die vorige zaak die u gedaan hebt, heb ik dat ook aangevoerd. Dat de weg gevolgd had moeten worden van artikel 103 grondwet. En, want de beperkingen die nu aangebracht zijn op de grondrechten, dat zijn precies de beperkingen waar je bij het uitroepen van een beperkte noodtoestand kan je op heel veel verschillende wetten en regelingen kan je uitzonderingen maken. Die heeft men via een omweg gedaan. Dus als je naar de feiten kijkt, is er gewoon sprake van een noodtoestand. Want anders kom je niet toe aan die toepassing van de BBBG, zegt u. Precies. Ja, niet alleen dat. Dat is voor dat. Maar ook, wij zitten feitelijk, en daar kom ik zo op. Wij zitten feitelijk in een noodtoestand. Want als je kijkt naar internationaal recht en Europees recht, maakt het helemaal niet uit op wat voor manier jij het waar het om gaat, is neem jij maatregelen die je normaal niet zou kunnen nemen. Dan zit jij in een noodtoestand. Ja, dan maakt het ook helemaal niet uit of je dat via de calamiteitswet doet of via de BBBG. Precies. Dan ben je gewoon bezig met het beperken van bepaalde rechten. Ja, dus dan betekent ook, want de staat zegt, ja, we komen niet toe aan 15 EVRM. Nou, me dunkt, daar komen we wel zeker aan toe. Want dat is precies de criteria die we hier moeten aanhouden. Ik heb hier, het standpunt van de staat is inderdaad, de beperkte noodtoestand is niet uitgeroepen, coördinatiewet is niet van toepassing, uitsluitend in werkingstelling bepaalde buitengewone bevoegdheden en van deze noodbevoegdheid wordt gebruik gemaakt. Met andere woorden, samengevat, we hoeven niet te toetsen aan het EVRM, want er is eigenlijk niks aan de hand. En voor zover we wel moeten toetsen, want dat staat dan ten overvloede, wordt dat aangevoerd. Dan mag er gewoon afgeweken worden, want het is een legitiem doel en het is proportioneel. De staat erkent subsidiair dus de inbreuk op artikel 2, 4 protocol EVRM en artikel 10 grondwet 8 EVRM, de persoonlijke levenssfeer. En men zegt, ja, het is proportioneel, want we hebben allemaal besmettelijke varianten. En er is een vrees en een verwachting dat dat gaat leiden ergens in de toekomst tot een onaanvaardbare druk op de zorg. Er zijn natuurlijk geen alternatieven. Men zegt niet waar het dan naar gekeken heeft, want het OMT heeft alleen maar gekeken naar nog vergaandere maatregelen. En het is tenslotte alleen maar tussen 9 uur en 4:30 uur. Dus wie heeft daar nou last van?
En er is ook nog ruimte om te gaan sporten. En kinderen kunnen ook nog af en toe buiten spelen. Dus wat zeurt viruswaarheid eigenlijk? Daar komt het ook neer. We hebben toch nog steeds wat vrijheidjes. Maar... Ik kan drie dingen tegelijkertijd, ja. Maar u heeft helemaal gelijk. Ik vind het ook storend, Willem. Dus ga verder. Bij deze. Dan, even kijken. Ja, wat is een noodtoestand? State of emergency. Dat is dus niet afhankelijk van de nationale kwalificatie. En wat ik net al zei, vanaf maart zitten we materieel in een noodtoestand. Destijds is dat gebeurd met noodverordeningen, waar ik hele grote bezwaren tegen had. U heeft dat toen goed gevonden. Maar, dus die tijdelijke wetmaatregelen COVID-19 is noodwetgeving. En dat had dus op basis van de coördinatiewet uitzonderingstoestanden en wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag moeten gebeuren. Er is dus via een omweg is er een noodtoestand in werking getreden. Ik ga het niet nog allemaal halen, maar de rechten inperkingen zijn enorm. Kijk, dat beroep op die clausulering, wat men dan ten overvloede doet, men zegt ja, die artikel 2, 4 protocol en artikel 10 grondwet, daar staat bij, die kan je in belang van gezondheid, volksgezondheid of gezondheid, kan je daar inperkingen maken. Dat klopt, maar dan heb je het over de normale gangbare inperkingen die ook in de wet zitten. Dat is bijvoorbeeld de wet publieke gezondheid. Dat is een mogelijkheid om als jij, vastgesteld wordt of een ernstig vermoeden bestaat dat jij een ziekte hebt, kan jij gedwongen in isolatie. Dat is een inperking die noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Waar we het hier. Ja. Nou, nee, wat ik bedoel te zeggen is dat in de wetten zitten die uitzonderingen verwerkt. En in de wet publieke gezondheid is altijd individueel. Hè? Dat is niet. Ja. Op individueel niveau kan dat onder bepaalde omstandigheden gebeuren, maar niet een generieke maatregel. Is dat wat u Nou, misschien is het ook wel mogelijk, maar dan moet het wel gewoon in de wet opgenomen zijn. En dat moet dan om een gangbare inperking gaan. Niet om een noodmaatregel. Hier hebben we het over emergency recht. Hè. Het is, ik kom daar zo meteen nog op. En dan even, wat is nou eigenlijk een state of emergency, hè, die noodsituatie? Dat is dus, dat is a state of emergency or emergency powers is a situation in which a government is empowered to be able to put through policies that it would normally not be permitted to do. Dat is precies waar wij nu in zitten. And then for the safety and protection of their citizens. A government can declare such a state during a natural disaster, civil unrest, armed conflict, en noem maar op. Dat is dus precies waar wij nu, naar men zegt, in zit. Maar het kenmerkende van dit soort noodtoestanden, noodbevoegdheden, is dat het is een geliefd speeltje voor dictaturen. En daarom is het EVRM, en daar hebben we ook de Saragossa-criteria, juist om te voorkomen dat dit soort regels misbruikt worden. Ik heb dat daar in de volgende pagina. Het wordt gebruikt als een pretext om dus rechten weg te nemen. En dat zien wij natuurlijk afgelopen jaar op een ongekende schaal gebeuren, zonder dat daar een aanwijzbare, een objectieve rechtvaardiging voor bestaat, behalve allemaal deliberaties van het RIVM, van het OMT, over fictieve verhaallijnen, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb dus de bladzijde daarna, dat is van een stuk van de International Law Commission, extract from the yearbook, en dat gaat over, ik heb dat daarna ook even die citaten nog even ingekopieerd. Wat is nou de essentie van de state of emergency? It consists in the injury of a subjective right of another party committed by a subject who is compelled thereto by the absolute necessity of preserving himself or others from grave and imminent danger. En dan staat er daaronder nog the danger for the very existence of the state, whatever the importance of such interest may be.
a danger which has not been created by the stage which acts, and a danger so grave and imminent that it cannot be avoided by other means. En het mag de pagina daarna, het mag dus niet zelf veroorzaakt zijn. En daar kan je natuurlijk nu hier heel erg over twisten, want wat heeft men nou het afgelopen jaar gedaan? We hadden toch een tekort aan IC-bedden, we hadden toch een paniek en weet ik wat allemaal. We hadden in april 2400 IC-bedden, nu hebben we nog 1100 en we gooien het hele land nog verder dicht. Waar zijn we dan mee bezig? Dat kan toch niet waar zijn? Maar dat, wat erop neerkomt, er moet dus getoetst worden wel degelijk aan de Siracusa-voorwaarden. Dat stond trouwens ook in de dagvaring, heb ik uitgebreid ingegaan op de International Health Regulation. Daar wordt het ook nog een keer benadrukt. Ook bij een health, hoe heet het, noodtoestand op basis van volksgezondheid, zijn die regels gewoon van toepassing. En de margin of appreciation zijn deze regels. Het is niet zo dat men daarbuiten nog een pakket afwegingsruimte heeft. Dit is de margin of appreciation en aan geen enkele voorwaarde is voldaan. Dan kom ik bij nog wat opmerkingen over de wet publieke gezondheid. Dus als er sprake is van een state of emergency, dan kom je bij hoofdstuk 5 van de WPG, hè, de bijzondere maatregelen. En dat is dus bij heel hoge uitzonderingen. Dan heb je het over de bevoegdheid om de directeur van de voorzitter van de veiligheidsregio, die heeft dan bepaalde bevoegdheden om maatregelen te nemen. De WHO heeft natuurlijk die International Health Crisis uitgeroepen. En SARS-CoV-2 is op lijst aangezet. En zo kon men dus bijzondere maatregelen nemen van de wet publieke gezondheid. Er wordt dan tegelijkertijd een beroep gedaan op artikel 2 EVRM. Dat kom ik eigenlijk in elke zaak tegen. Men zegt, ja, wij moeten nu eenmaal maatregelen nemen om de gezondheid van de mensen te beschermen. Nou is dat natuurlijk heel opvallend, want die... Dat is het artikel 22 grondwet, staat het geloof ik ook. Er is een heel vaag artikel waar nu in elke zaak beroep op gedaan wordt. Maar dan vraag ik me af, waar waren deze daadkrachtige mensen dan de afgelopen 10, 15 jaar, toen ze het hele gezondheidssysteem hebben uitgekleed, het aantal IC-bedden hebben gehalveerd. Kijk, daar komt die verplichting inderdaad kijken. Want daar vond men die verplichting niet belangrijk. Nu wij allemaal geknecht moeten worden en in onze huizen opgesloten, nou is dat de heilige graal en is dat de silver bullet voor alles. Maar dat is eigenlijk meer dat u zegt, dat is dat self-induced aspect. Precies, waar, ja. De staat eigenlijk zijn verplichting heeft laten liggen om voldoende bedden te creëren. En dan komen we specifiek natuurlijk bij de avondklok. He, dit soort dwangmaatregelen heeft een enorme aanslag op de psychologische welzijn en bewegingsvrijheid van meer dan 17 miljoen mensen. En daar staat tegenover, en daar heb ik helaas ook niks gezien in de conclusie van antwoord, want ik herhaal het iedere keer. En gelukkig in de bijlages van de staat, die producties, daar ziet u de presentaties van Van Dissel, kunt u ook nog even nakijken. 98% van de bevolking die merkt nauwelijks of niets van het virus. Dus hier wil de staat beweren, wij moeten nog een draconische maatregel nemen, maar we sluiten 98% van de mensen op die helemaal geen last daarvan hebben. En dan is daar van die 2%, wordt een deel daarvan wordt heel ziek, maar dat is dan een groep en dat is natuurlijk altijd heel treurig dat, nou goed, we gaan nou eenmaal op een keer dood en dat zijn mensen die zijn meestal aan het einde van hun leven, die gaan wij beschermen door 98% van de mensen hun levensgeluk weg te nemen, hun hele bestaan weg te nemen, hun hele toekomst weg te nemen. Is, ja, hoe kan je zeggen, dit is op enige manier proportioneel? En ik zou graag ook horen hoe zij staan tegen die 98%, want iedere keer wordt daar overheen gefietst en de laatste keer betwiste men dat zelfs, maar gelukkig staat het nu in drievoud in de producties, want daar staat dat diagrammetje waar je dat precies kan zien. Dan heb ik even nog wat uit de kamerstukken ingekopieerd om nog even te herinneren hoe zat dat ook alweer met die wet publieke gezondheid. Die hele bestrijding van infectieziektes en publieke gezondheid, die is niet gebaseerd
op repressie, op dit soort maatregelen, op straffen. Het idee is namelijk, als er een pandemie is, dan houdt iedereen zich aan de regels. Hoeft u niemand bang te maken, hoeft u niemand de beboete niet aan te houden, we hoeven allemaal niet demonstranten van velden af te gaan timmeren. Mensen houden zich aan regels als er een pandemie is. Het feit dat je het met zo'n enorme repressie moet handhaven, betekent dat er iets aan de hand is. En weet u wat er aan de hand is? Er is geen pandemie. Dat is er aan de hand. En dat kan men alleen maar volhouden door iedereen te dwingen, te knechten en een vrijheid te ontnemen. Dus hier die stukken. Om weer terug te gaan naar de basis. Wat is er nou eigenlijk? Je kan dus de kern is op het individu gericht. Maatregelen bestaat uit isolatie, geneeskundig onderzoek en verbod op beperking van beroeps- en bedrijfsuitoefening. Want wat is namelijk de gedachte achter de International Health Regulation en ook achter de wet publieke gezondheid? Die is namelijk dat we moeten voorkomen dat een infectieziekte de samenleving totaal ontwricht. Dat moet voorkomen worden met die wet. Maar wat is nou het antwoord van de staat hierop? We gaan gewoon de samenleving ontwrichten met maatregelen. Het is werkelijk de omgekeerde wereld. Hè? In een regeling die bedoeld is om je huisstad te voorkomen, die wordt gebruikt om het te doen. Het is werkelijk, alles lijkt wel op zijn kop in deze tijd. Dan heb ik hier ook nog over de reikwijdte van de wet. In het algemeen bestaat er voor dwingende tussenkomst van de overheid slechts aanleiding wanneer het gevaar dreigt dat een ziekte ernstige schade kan toebrengen aan de volksgezondheid, terwijl dit gevaar niet op een andere wijze effectief kan worden afgewend. Factoren die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen zijn de ernst van de ziekte, de mogelijkheid om effectieve maatregelen te nemen en voor de toekomst zal steeds per ziekte een afweging moeten worden gemaakt. Dus dit laat heel duidelijk zien dat je eigenlijk heel terughoudend moet voortgaan en eerst eens moet kijken van met wat voor ziekte hebben we eigenlijk te maken. Hè. We hebben in 2009 natuurlijk ook al een ervaring gedaan, waar we ook al begonnen zijn met deze gekkigheid. Maar het eerste wat je natuurlijk moet doen is ook kijken naar alternatieve therapieën die inmiddels erkend zijn. Hè. Dat is ook heel lang betwist door de staat. Hey, we hebben ivermectine, we hebben HCQ, waar allemaal gezegd is dat het allemaal onzin was. Ivermectine blijkt 90% van de IC-gevallen te kunnen voorkomen. Dus ik vraag aan de wederpartij, waarom laten we niet eens naar dat middel grijpen? In plaats van mij op te sluiten, mijn buurman op te sluiten en het hele land op te sluiten. Wat is hier aan de hand? En dan staat er nog de wagen. Ook moeten daarbij mede in het licht van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden de nodige procedurele eisen in acht genomen worden. He, dus het is zo belangrijk dat wij, en zeker juist in tijd van nood, daarvoor zijn grondrechten, daarvoor zijn mensenrechten. Als alles goed gaat, heb je ze niet echt nodig, merk je ze niet eens. Maar juist nu, daarvoor zijn ze bedoeld. En wat doet onze staat? Bij de eerste, hè, dat men stelt dat er een crisis is, men neemt alle rechten weg. Nagenoeg alle. Ik denk dat je nog één of twee kan vinden die niet ingeperkt zijn, maar dan moet je heel goed zoeken. Dan kom ik nog bij de voorwaarden van de Siracusa-voorwaarden. Kijk, dat is natuurlijk mooi dat Nederland heeft in 1984 daarvoor gepleit. Dat die van toepassing worden op het EVRM. En dat is ook heel mooi, dat laat ook zien, dat we hebben natuurlijk een geschiedenis van mensenrechten. Er is nu weinig nog van te zien, want het zelfs ontkent dat als je een heel land in detentie zet, dat jij vrijheden inperkt. Maar wij hebben ooit daar een pionierspositie ingenomen. En het is heel treurig dat we dat vergeten zijn en dat ik ook bij de rechtbank al 12 keer geweest ben en dat iedere keer ik degene ben die eigenlijk een beetje raar is, dat ik denk dat het een verdedigenswaardig goed is, onze mensenrechten, waar we 70 jaar lang aan gebouwd hebben. En als je dan kijkt naar die voorwaarden, dan zijn dat hele duidelijke voorwaarden en heel concreet. Het moet bijvoorbeeld de hele bevolking moet geraakt worden. Nou, dan gaat het al mis, want 98% van de mensen die nu getroffen worden, die een hele leven onder zich uit zien glijden, die zullen nooit last hebben van dat virus.
En vervolgens fysieke integriteit van de bevolking moet bedreigd zijn. En het moet op basis van gebeurtenissen. Waar zijn die gebeurtenissen? Ik zie alleen maar uitgebreide verhalen over Zuid-Afrikaanse mutanten en Engelse mutanten. En die zouden wel eens besmettelijker kunnen zijn. En besmettingen zijn helemaal niet relevant. We hebben nog nooit besmettingen getest of gezocht. Want wij worden de hele dag door besmet. En dat is de wet publieke gezondheid is niet gebaseerd op besmettingen. Die is gebaseerd op ziektes. Daar komen we zo meteen nog op. De Mexicaanse griep werd beëindigd bij 51 ziektegevallen per 100.000. En dan hebben we het over ziektegevallen, niet over positieve testen. Wat heel belangrijk hier is, bij de toepassing van deze criteria, is dat het verschil tussen concrete dreiging en potentieel gevaar. Dat zijn twee hele aparte dingen. Bij die eerste, concrete dreiging, mag je als land, en moet je dat waarschijnlijk ook, maatregelen nemen. Concreet geval, stelt u voor de dijken staan op springen. Die wordt ook gegeven. Of er komt een golf van 50 meter hoog midden op de Atlantische Oceaan onze richting op. Ja, dan is het een concrete dreiging. Maar allemaal virtuele exercities over wat kan gebeuren met mutaties en zo, dat is surrealistisch om daarvoor een land plat te gaan leggen. En dat mag niet en dat kan ook niet. Het beleid is gericht op het maximaal controleren verspreiding virus om niet noodzakelijke verstoring van de samenleving te voorkomen. Dat heb ik even geciteerd uit de conclusie van antwoord. Ja, daar zeg je nogal wat, want je hebt zojuist die hele samenleving heb je platgelegd. En je bent dus bezig om te voorkomen dat dat gebeurt. Dus wat begrijp ik nou niet? Dat heb ik net al uitgelegd, de IGR is en de WPG zijn bedoeld om dat te voorkomen. Coronavirus muteert in besmettelijke varianten. R is 40% hoger. Het wordt allemaal gesteld. Ja, dat staat in de brief. Is een aanname, geen bewijs voor. Een reductie van 10% van het R-getal. Hè? Dus dan ga je dus een schatting doen op een schatting, op een schatting en op een schatting. Ik heb een stuk daarbij gedaan bij de aanvullende producties. In Frankrijk, avondklok, geen enkel effect meetbaar. En dan komen, want ik ga even langs, wat is nou eigenlijk de basis van dit besluit, hè? Van die avondklok. Dus die loop ik even af. Mijn OMT zegt, het lijkt makkelijker te verspreiden. Het lijkt makkelijker te verspreiden. Gaan we daarvoor 17 miljoen mensen opsluiten? Omdat we hebben hier een mutatie en die lijkt makkelijker te verspreiden. Het is niet van, het is dodelijk of het is dit. Nee, het verspreidt zich. En we hebben een R-getal. En dan gaan we daarop focussen. En de reden wordt gegeven, ja, jongeren komen te veel samen. En hier komen we echt bij een ongelooflijk dramatisch punt. Wat zijn wij met onze jongeren en jeugd aan het doen? Wat is het OMT daarmee aan het doen? Onze jongeren, die zullen de rest van hun leven getraumatiseerd zijn met wat ze met deze tijd meemaken. Ze zijn al een jaar nauwelijks naar school gegaan. Als ze naar school gaan, worden ze geterroriseerd met de meest misogyne regels. Met ramen die openstaan, ze moeten met jassen in de klas zitten. Met anderhalve meter afstand houden, met mondkapjes en met een ik weet niet wat allemaal. Hun hele leven draait alleen nog maar over deze, en is, excuse me, nonsens. Dit is misdadig wat hier gebeurt. En nu mogen de jongeren moeten we ook nog voorkomen dat die s'avonds met hun vrienden rondhangen, wat leuks doen of zo. Mag niet. Bloemendaal, we hebben sneeuw. Gelijk verboden, mag niet gaan sleetje rijden. Waar zijn wij in godsnaam mee bezig? Jeugd wordt kapot gemaakt. En daar is dus kennelijk ook deze maatregel weer voor bedoeld. Daar hebben we nog dat er verschillende varianten zijn met verschillende snelheden. Dus we hebben nu meerdere pandemieën kennelijk naast elkaar. Met eentje merkten we al nauwelijks iets. Dat heeft geen effect gehad op de weet ik van wat. Je merkt het aan niets. Maar nu met die twee merken we nog steeds niets. En dat is erg zorgelijk volgens het OMT. Want die nieuwe varianten. Hè? En op landen.
op landen waar ondanks lockdownmaatregelen toegenamen geïnfecteerde gevallen. Kijk, ik heb er nog een artikel bij gedaan van meneer Levy. Die is directeur van hoeveel ziekenhuizen in Engeland? 30 of zo, geloof ik. Hij is echt een grote speler daar. Hij heeft een interview gegeven. Er was even een hobbeltje meteen na Oud en Nieuw. Daarna alle cijfers zijn naar beneden gedonderd. Er is niets aan de hand. We worden hier bang gemaakt. En dat gebeurt natuurlijk constant met flauwekul. Er is niets aan de hand in Engeland. En we hebben 200 landen. Gaan we nou voor elke mutatie van elk land gaan we weer een nieuwe lockdown? We kunnen dan gewoon onder de rest van ons leven opgesloten zijn. Wij komen nooit meer uit de noodtoestand met dit soort onzin. En het OMT ziet geen gelijkwaardige alternatieven anders dan nog draconischere maatregelen. Ik denk, we moeten gewoon eens ophouden met naar het OMT luisteren. Want het OMT houdt ons al een jaar lang in gijzel. En ik zie dat als wij op het OMT gaan zitten wachten tot we een keer uit mogen, gaat gewoon niet gebeuren. Met als doel uitsluitend besmettingen voorkomen. En terwijl de WPG gaat niet over besmettingen. Het gaat, moet over, een pandemie hoort over ziekte te gaan, over overlijdens. Niet over besmettingen en miljoenen testen die we iedere dag doen overal. Dus al deze veronderstellingen, die hebben geen weerspiegeling in de feiten. Want die zijn we net samen doorgelopen. Niets. Er is werkelijk niets aan de hand. Er wordt een heel land platgelegd op basis van een potentiële bedreiging. En de hele bevolking wordt opgesloten op basis van fictieve exercities van het OMT. Waar zijn de data? Waar zijn de cijfers? Waar zijn de concrete doelen? Bij hoeveel bedden mogen wij weer naar buiten? Als het hele ziekenhuis leeg is. Ik heb ook een artikel erbij gedaan van april. Daar stond namelijk, nou, als nou de aantal IC-bedden wat bezet wordt door COVID-gevallen, als dat nou onder 700 daalt, dan kunnen die verpleegpersoneel kan weer verlof opnemen. We zitten nu onder de 500, geloof ik. Rond de 500. En we moeten nog steeds drastischere maatregelen nemen, want het is nog steeds niet goed. Dus al die criteria, iedere keer als je denkt, nou heeft de bevolking iets om naar uit te kijken. Oh ja, nee, maar goed, nou hebben we het bereikt, maar nu is er weer een ander criterium. En nu hebben we nou een andere mutatie, en hebben we dit. Kijk, dit is onvoorstelbaar wat hier gedaan wordt. En wat ik net al zei, welke maatregelen zijn dan echt genomen die echt kunnen helpen? Is er gekeken naar alternatieven? Is er gekeken naar medicijnen? Niets. Helemaal niets. Het enige wat werkt volgens de OMT is opsluiten. Het kan best zijn dat dat ermee te maken heeft dat de dierartsen in het OMT zitten. Ophokken, vaccineren en ruimen. Ik weet niet of dat de derde fase is. Maar het is wel opvallend dat men denkt alleen maar in repressie. Maar belangrijk is, OMT-advies, dat is geen vrijbrief om wettelijke en internationale verbindende mensenrechten te schenden. Men moet binnen de wet handelen. Het is niet zoals de OMT zegt, nou, we moeten dit maar eens gaan doen. Dan zeggen, nou, OMT zegt het. Hey, dat kan niet. De wet is ons kader. En daarbuiten kan je niet. En dat is ook met de margin of appreciation. Dat kan alleen maar binnen de wet. Zodra die daarbuiten is, heeft de rechtspraak de plicht om te zeggen, leuk en aardig, maar dit zijn de randen van het spel. En daarbuiten gaat u niet. Want die grondrechten en mensenrechten, die zijn van de bevolking. Die zijn er niet voor de staat om te nemen en te geven als cadeautjes en als gunsten. En als we het over het OMT houden, dat het hele jaar al de mensen gegijzeld houdt, het is een clubje met belangenverstrengeling. We hebben ze allemaal nagelopen. Er zijn mensen die zitten tot een arm diep in de vaccinindustrie. En we hebben net in Duitsland afgelopen week is de smoking gun naar voren gekomen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft wetenschappers in maart onder druk gezet. Hij wilde drastische en repressieve maatregelen nemen. En die moest hij gaan verantwoorden. Hij heeft die wetenschappers gezegd, bezorg jullie iets waar ik het hele land mee kan in lockdown kan gooien. Dus omgekeerde wereld. Hè? Normaal als bestuur heb je een probleem en dan ga je naar wetenschappers. En wat denkt u daarvan? Wat moeten wij doen? Nee, daar is het omgekeerd gebeurd. En ze kwamen met resultaat binnen 4 dagen. 1 miljoen doden zouden er verwacht worden. 1 miljoen. Weet u wat? Duitsland 2020? Duitsland 2020 ondersterfte. Er zijn minder mensen overleden
dan het jaar daarvoor. Er zijn minder ziekenhuisopnames geweest. Er zijn minder IC-opnames geweest. Sterker, in het pandemiejaar zijn 7000 IC-bedden afgebouwd. Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Dan is er natuurlijk het advies is niet bindend van het OMT. Dat wordt altijd gedaan alsof dat een soort heilige graal is. Het OMT, het orakel, heeft gesproken en wij hebben de opdracht gegeven om Nederland plat te leggen. Dat is natuurlijk niet zo. Nou heb ik van het rapport Berenschot uit de grieppandemie, Mexicaanse griep 2009, al die bestuurders die daar nu zitten, OMT ook, al die mensen die daar zitten, die hebben een eerdere ervaring gehad. 2009, precies hetzelfde. Paniek, drama, we gaan allemaal dood. Niets gebeurt, een van de mildste grieppandemieën ooit. Hoe kan het nou dat die mensen, diezelfde mensen, niet bedenken van hoe kan het dat het dit keer weer hetzelfde is? Toen ook, mutatie, risico op mutatie, nu en toen. Wie maakte mensen toen bang? Ab Oosterhaus was het toen. Oh, die mutaties, die gaan we ons nu doden, want de Mexicaanse griep heeft ons niet gedood. Maar nu gaan de mutaties ons doden. Toen is er dezelfde discussie geweest. Het is nonsens. Het is bangmakerij. Het is angst. Het einde van de pandemie, daar heb ik ook nog even bij gedaan. Dat was dus toen 51 per 100.000 mensen ziek waren. En ja, nu... Er is geen einde aan de pandemie, want die komt nooit. Want wij worden bezig gehouden, worden opgesloten en wij verliezen ons hele recht op bestaan. Dan kom ik bij het laatste punt. Kijk, waar wij in zitten, en ik zeg het u eerlijk, wij zitten hier in een van de grootste misdrijven uit de geschiedenis. Dit is één groot bedrog en zwendel. En ik sta hier niet alleen in die dat ziet. En er wordt wel gedaan alsof ik het gekje ben, maar ik kan niet anders doen dan zeggen wat ik zie. En dat wat het teleurstellende in alles is, het bestuur heeft ons in de steek gelaten, het parlement doet mee. De enige hoop die mensen hebben is de rechtspraak. En wat heeft de rechtspraak gedaan? Al die zaken die opgenoemd waren, 12 stuks inmiddels, dat gaat over essentiële mensenrechten. Dat gaat over het bestaan van mensen. De rechtspraak, die doet mee. Die legitimeert, die faciliteert en die ridiculiseert. Want wij, een viruswaarheid, kijk, en dat maakt me niks uit, want het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om viruswaarheid. Het gaat ook niet om Willem Engel. Het gaat ook niet om u. Dit gaat om recht. En ik vind het onvoorstelbaar. Ik kan niet voorstellen dat er mensen rechters worden om met hun positie de macht te ondersteunen. Wij zitten in een positie hier, u zit in die positie, om hier aan deze gekkigheid, aan dit misdrijf, een einde te maken. En ja, ik heb nog een citaat erin, hier de volgende dag. Wat met noodrecht gebeurt als noodrecht normaliteit wordt, is de grondwet weg. En daar zitten wij nu middenin. En ik probeer dat te stoppen, want ik zie wat er gebeurt. En dat doet hij ook. En nogmaals, ik sta graag... Ik ben bereid om het gekkie van Nederland te zijn. Vind ik prima. Maar... ik hoop echt dat de rechtspraak zijn taak serieus gaat nemen en zegt, het is genoeg geweest, staat. Dit zijn de rechten van de mensen. Dit zijn grondrechten, daar heeft u met uw vingers af te blijven. Dit wat hier gebeurt, kan niet. En als rechtspraak hoort u te toetsen aan internationale verdragen. We kunnen met de grootste gekkigheid komen hier met spoedwetten en weet ik veel allemaal. Als het strijdig is met de EVRM, hoort de rechtspraak gewoon daar een klap op te geven. En zeggen, weggewezen hier, dit kan niet. Ik heb nog wat stukjes uit het vonnis van jullie erbij gedaan. Kijk, ik was erg verbaasd dat u die zaak weer ging doen. We hebben vorig jaar zomer natuurlijk een hele aparte ervaring met elkaar gehad. En ik hoop...
dat die passages die ik hier ingekopieerd heb, dat u bereid bent om op basis, op objectieve wijze te kijken, wat zijn die feiten nou echt? En iedereen die naar de feiten kijkt, en dan kan de staat 100.000 keer zeggen, het is verschrikkelijk, het moet blijken uit de feiten. Die feiten wijzen er niet op. Er is niets aan de hand. Ik wil het hierbij laten. Ik wil even naar aanleiding van die laatste opmerking die mij aanspreekt, duidelijk maken dat de vraag waarom het nu weer. Nou, we hebben hier in deze rechtbank een paar korte dingrechters. En dat waren er in december en daarvoor waren dat er drie. Althans, in december was er al een collega met pensioen. Dat was nog een gaatje. Nu dat u geregeld dezelfde rechter ziet, ik vind dat ook belangrijk om dat kenbaar te maken voor mensen die niet zoveel weten hoe het werkt. Hier in Den Haag zijn er gewoon maar een paar voorzieningenrechters. En dat betekent dus dat ja, als je veel zaken aanhangig maakt, dat je geregeld diezelfde rechter zal zien. En dat is dus niet omdat ik daar iets over te zeggen heb, maar simpelweg omdat ja, we zijn nou, dus net een nieuwe voorzieningenrechter, dus misschien krijgt u die nog een keer als u een nieuwe zaak heeft. Daar gaan wij zelf ook niet over. En ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Dat de planning van zaken en wie welke zaak doet, volstrekt buiten ons omgaat. En dat wij simpelweg op zit een eindverantwoordelijke en een roosterij die kijken wanneer er een gaatje in het rooster is. En ja, hoe snel de zaak op zitting moet. Nou, deze is volgens mij snel op zitting gezet, hebben we gezien. Ja, en dan krijg je dus één van ons. En ik wil dus hier wel heel duidelijk maken, en ik neem aan dat u dat weet, maar ik vind het ook belangrijk voor uw achterban dat u dat weet, dat het dus niet zo is dat wij daar zelf enige zeggenschap over hebben en dat er nou eenmaal maar een paar voorzieningenrechters zijn. Er zijn veel rechters in Nederland, maar in Den Haag en in alle andere rechtbanken zijn er altijd maar één of twee. Nou, wij hebben nu gelukkig weer drie, waardoor de spoeling ietsje ruimer wordt. Maar dat betekent dus onvermijdelijk dat u ja, geregeld dezelfde rechters zult zien. Wat onverlet laat, en dat wil ik ook benadrukken, dat elke zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld. En dat ik weer met veel aandacht heb aangehoord en dat ik deze zaak geheel zelfstandig op zijn eigen merites zal gaan beoordelen. Maar niet nadat ik het hele verhaal heb gehoord. Dus ik ga nu eerst naar de staat en dan krijgt u nog de gelegenheid om daarop te reageren. Want ik ben in ieder geval één ding op voorhand met u eens, dat het een belangrijke kwestie is. Goed, dat vind ik fijn te horen in ieder geval. Ja. Dan ga ik naar de staat. Ja, dank u wel.